Nou, dus ik ben erg voor het basisinkomen. En ik heb er zelfs een organisatie voor opgericht samen met een aantal vrienden van de basisinkomenbeweging. Mission Possible 2030. En wij pleiten ervoor dat het basisinkomen de sleutel is om alle Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te bereiken. En we willen die Sustainable Development Goals, de urgentie daarachter, gebruiken om het basisinkomen voor 2030 ook daadwerkelijk in te voeren. Wat is het basisinkomen en waarom? Het is periodiek geld. En dat kan cash zijn, dat kan cryptocurrency zijn voor mijn part, fiat-based currency, maakt mij niet uit. Maar het is geld. En waarom is het geld? Omdat je met geld alle dingen kan kopen die jij wil en die op de markt zijn. Dus niet tomaten. Dat kan, maar je krijgt geen tomaten, je krijgt geld. Het is periodiek, zodat je iedere maand opnieuw genoeg geld hebt om te eten, te drinken, onderdak, voedsel, alles erop en eraan te hebben. Dus het kan voldoen aan je basisbehoeften. Het geeft toegang. Deze doet het toch helemaal niet. Dat staat wel leuk. Dus het geeft toegang tot je basisbehoeften. En het is essentieel dat het individueel is. Je bent niet afhankelijk van jouw man of je vrouw om toegang te krijgen tot jouw basisbehoeften. Het is geen voorwaarden, geen toetsing, geen verplichtingen. Waar je ook woont, wie je ook bent, hoeveel geld je ook hebt, wat je hobby's zijn, maakt niet uit. Ook de bad guys krijgen het. En heel belangrijk, jij mag bepalen waar je het aan uitgeeft. Dus dat is het basisinkomen. Dus de enige voorwaarde waar je aan moet voldoen, is dat je mens bent, levend en uniek. Dus je krijgt het maar één keer. Althans, één keer als individu. Nou, dus vanuit een visie en een missie wil ik vandaag praten over het basisinkomen. En eigenlijk hebben we in de huidige tijd waar we nu zitten te maken met, in mijn ogen, drie grote problemen. We hebben in het midden, dit komt van Kate Raworth's donut-economie. Die cirkel is eigenlijk een band. In die groene band heb je de comfortabele manier van leven. We zijn heel hard bezig om de commons kapot te maken. En onze aarde te vergiftigen. Geen klimaatverandering, het is gewoon vergiftiging. En er zijn te veel mensen die niet genoeg toegang hebben tot de basisbehoeften. En er is daardoor geen keuzevrijheid. En daar gaat de basisinkomen over. Over keuzevrijheid. En de gedachte daarachter is dat de meeste mensen deugen. Dat de meeste mensen heel goed zelf weten wat goed voor hun is, hun omgeving en daarbuiten. Dus het gaat uit van een heel positief mensbeeld. Nou, wat gebeurt er? Er zijn nu heel veel mensen die worden wakker, gaan overleven, vallen weer in slaap, worden wakker, moeten overleven. Wat het basisinkomen doet, is het haalt de overlevingsnoodzaak weg. Dus dan worden we wakker. En als we dan wakker worden, dan kijken we in de spiegel en denken we, oh, eigenlijk zijn mijn buren en de mensen die ik niet ken en ikzelf best oké. En wij weten best wat we met onze tijd zouden doen. En er zijn genoeg voorbeelden voor van zeg maar nu al. Maar ook het... Oh, deze nog eerst. Dus eigenlijk waar het over gaat is, heb je zo'n positief mensbeeld dat je de mens zelf het vertrouwen geeft, dat hij zelf beslist wat hij vandaag doet? Of wil je als overheid zeggen van nee, wij bepalen wat goed voor jou is en wij bepalen wanneer dat goed voor jou is en aan welke voorwaarden jij daarvoor moet voldoen? Dit komt uit het Kurtzke Zaak filmpje, dat is een fantastisch filmpje over de basisinkomen. En dan zie je dus dat al aan de logo's van de Nederlandse Vereniging Basisinkomen en de Europese Vereniging Basisinkomen, dat het gaat over vrijheid. Absolute vrijheid. Daar gaat het over. Nou, en dan hebben we voorbeelden uit Namibië bijvoorbeeld. Daar hadden ze een paar jaar voor een periode van extreme droogte al een paar pilots gedaan in een aantal dorpen met een cash transfer. En toen kwam er een periode van extreme droogte, mensen waren al hongerig, de noodtoestand werd afgekondigd en er werd hulp ingeroepen. En de Lutherse kerk, die vond wat geld en die gaven aan een aantal dorpen geld.
En dan zie je wat er gebeurt als er één probleem is, honger, dat heel veel mensen verschillende dingen kiezen. Sommigen kiezen kopen zaden, anderen kopen voedsel voor hun vee, iemand huurt een ezel en iemand anders koopt voedsel voor zichzelf, zodat ze genoeg energie hebben om op het land te werken. Dus zelfs met één hele simpele afgebakend probleem zijn er toch ontzettend veel verschillende manieren waarop mensen hun problemen aanpakken. En daar gaat het over, diversiteit. India, een van de meest bekende experimenten. Dit is een dame die op de voorpagina staat, gehandicapt, krukken staan hier tegen de muur. Kort van een balie komen, een naaimachine. Afrika, Kenia, het grootste experiment met buizen komen op dit moment. Een groep dorpelingen die samenkomen, een bedrijf uit willen nodigen om waterfilters uit te leggen. Dan komen mensen, groeperen zichzelf en zoeken oplossingen voor hun context. Kenia, ook weer GiveDirectly geld. Een groep jongeren die hun geld investeert in motors en een motortaxibedrijf beginnen om met dat geld aan hun families te geven, zodat hun zussen en broertjes naar school kunnen. Finland. Dit is een van de bekendste basiskomen ontvangers uit Finland. Die is een eigen bedrijf begonnen met shamanistische trommeltjes. Loopt als een tierenlier. Canada. Jessie Golem. Een van de ontvangers van de basiskomen experiment. Heeft haar mede-ontvangers gefotografeerd. Je kan op haar website kijken. Ieder individu heeft een andere invulling gegeven aan het leven door middel van een basisinkomen. Helaas is de regering het experiment gestopt. De slogan van GiveDirectly is Not everybody wants a goat. Dus kan je vertaald naar de Nederlandse situatie, je kan mensen wel gratis openbaar vervoer geven, maar als ik in een gebied woon waar geen bushalte is, heb ik liever een fiets. The future of jobs. Ja, ik zie net als professor Lons eigenlijk geen probleem op de arbeidsmarkt door innovatie. Als we minder mogen werken, nou, dat is op zich geen probleem. Ik zie eerder dit soort dingen gebeuren. Die gebeuren al. Jongeren die drones in gaan zetten om met biologisch afbreekbare kogels ver afgelegen gebieden te voorzien van bomen. Dat soort dingen ga je meer zien met de maanden komen of dit. Zonnepanelen in de woestijn die de zonne-energie gebruiken om water te bevriezen, wat vervolgens neerdruppelt in de woestijn. Dat soort innovaties. Dus ja, waarom denk ik dat deze missie ook mogelijk is? Is die haalbaar? Ja, dat denk ik. Nou, als je kijkt naar hoe het Nederlandse, het Europese volk nu denkt over basiskomen. Dit is vanuit een survey uit 2016. Nederland zit hier ergens. Nederland net iets onder de 50% is voor het basiskomen. De meeste Europese landen, Oost-Europese landen zijn voor het basiskomen. Totaal Europa 56% voor het gewone volk. In mei dit jaar start een grote campagne rondom het basiskomen als Europese burgerinitiatief. Wat we gaan indienen bij de Europese Commissie. Dus het basiskomen zal daarmee nog meer bekendheid krijgen. Maar de burgers zijn niet alleen. Dit zijn, meer passen er niet op, dus zijn alleen de levende Nobelprijswinnaars die nu voor het basiskomen zijn of ooit positief over basiskomen gesproken hebben. Nou, de gender equality is nog niet helemaal zichtbaar. Er is één vrouw die samen met professor Banerjee vorig jaar de Nobelprijs heeft gewonnen. Ook de geleerden zeggen, basisinkomen is een goed idee. In ieder geval een aantal. Nou, en waarom is dat? Nou, de Sustainable Development Goals hebben we met z'n allen bedacht. Niet voor niets zijn het er zoveel. Als je kijkt naar de definitie van een basisinkomen, dan draagt het basisinkomen nu al bij aan 4 van de 17 Sustainable Development Goals. Alleen al per definitie. Armoede, honger, dus hopen voor je basisbehoeften. Gender equality, mannen en vrouwen krijgen het. En inequalities in general. Als we naar het bewijs kijken van de onderzoeken die gedaan zijn met cash transfers
en basisinkomen experimenten, dan zien we op 11 van de 17 Sustainable Development Goals al effecten. En er zijn er een paar die ik er wil uitleggen, ik zal ze niet allemaal benoemen. Maar good health and well-being, gezond. Als je in een arm land wordt en je hebt geen geld om naar de dokter te gaan, krijgt een basisinkomen. Deze week ga jij nog naar de dokter. Die mensen, obviously, zullen daarop vooruit gaan. Maar ook in westerse landen, hoeveel burn-outs hebben we hier? En hoeveel geld gaat daarin om? Wordt in geen enkele formule meegerekend, hè, als ze het basisinkomen uitrekenen. Onderwijs. Nou, in lage lonenlanden uiteraard, hè, mensen huren privé docenten in. Maar ook in Nederland, met die innovatie, ik ben bijna 50. Als ik nog iets wil leren, zeg maar iets met nieuwe technologie, dan kan ik even wat minder gaan werken en me erin verdiepen. Juist in deze tijd is een basisinkomen daar goed voor. Nou, schoon water, sanitatie, dat is een beetje hetzelfde als wat ik net liet zien bij, in Kenia. Dus in India zagen we ook dat mensen zelf gezamenlijk waterleidingen gingen aanleggen, andere energievormen kiezen, van alles en nog wat. En dan, ja, waar is wou het meeste discussie over? Werk en economische groei. De onderzoeken die een beetje hebben laten zien dat er wat minder werk gedaan werd, dat ging over groepen die zorgtaken hadden. Dus moeders met jonge kinderen, mantelzorgers, dat soort mensen. Studenten die wat minder bijbaantjes gingen doen, meer focus op hun studie. En de rest ging of meer werken of ander werk doen. Ja, mensen zullen zeker andere keuzes nemen. En dat is goed. Als jouw baas jou niet goed behandelt, en je kan nu niet weg omdat je dan in de armoede valt, met een basisinkomen heb je die vrijheid wel. Dus werkgevers zullen gedwongen worden om hun werknemers beter te behandelen. Economische groei, een boost in de lokale economie. Het lokale klein- en middenbedrijf gaat groeien. Dat zien we in alle landen waar ze gemeenschappelijk, hè, op gemeenschappelijke basis een basisinkomen hebben uitgedeeld. Dat zie je niet bij de experimenten in Finland, waar ze alleen de werklozen hebben gepakt. Maar wel in hele dorpen. Hele economieën groeien. Iedere euro of iedere dollar die je binnenkomt, wordt drievoudig binnen een paar jaar. Dus economische groei gaat omhoog. Criminaliteit. Hoeveel criminaliteit is niet armoede gerelateerd of stress gerelateerd? Tientallen procenten gaat de criminaliteit naar beneden. Wordt nooit meegerekend in alle formules. Dus wat het basisinkomen is, is een garantie, een fundering onder jouw leven. Het is een garantie dat je niet door de armoedegrens kan zakken. Het geeft jou gewoon een vloer. Meer is het niet. Niks communisme. Daarboven alle verschillen mogelijk. Maar je zal nooit omkomen van de honger, tenzij je in een gebied wordt waar niks te eten is. Maar dan kan je in ieder geval nog de bus pakken en ergens anders naartoe. Dus eigenlijk is de enige vraag, wat gaat het doen met ons milieu? Nou, en daar zit denk ik het mensbeeld achter. Verwachten we dat iedereen die nu te weinig te maken heeft, met z'n allen eerste klas gaat vliegen naar weet ik voor waar, en zijn basisinkomen onder het zand in Panama gaat scheppen. The earth isn't dying, it's being killed. And those who kill it have names and addresses. Nou, die kunnen we allemaal gaan zoeken. Maar eigenlijk is het systeem erachter dat we maar blijven focussen op economische groei. Dus we kunnen die economische groei, dat systeem erachter, dan groen maken, maar kleur is niet het probleem. Het systeem, de groei, is het probleem. En er zijn steeds meer landen, Nieuw-Zeeland is daar een voorbeeld van, die op hele andere manieren nu gaan evalueren. Dus we moeten groei herdefiniëren. En groei zit er misschien wel zo uit. Er is niks in de natuur wat maar blijft groeien. Het is helemaal niet normaal om ieder jaar 5% ex-economische groei te willen. Dat weten we dat dat niet kan. We kunnen wel connecties maken. Kwaliteit verbeteren. Dus ja, dus je zult ook een beetje moeten willen transformeren. Je zult wel een beetje moeten willen dat er dingen anders gaan.
En dat kan ook leuk zijn. Chaos is niet per se een slecht idee. Dus je zult misschien gezamenlijke rijkdom gewoon moeten verdelen. Het nieuwste boek van Guy Standing, die jullie ongetwijfeld wel eens van gehoord hebben. Plunder of the Commons. Een manifesto voor sharing public wealth. Hij doet daar een aantal suggesties hoe je gemeenschappelijke rijkdom kan verdelen. En is dat mogelijk? Ja, het gebeurt al. In Alaska. In Alaska hebben ze het permanent fund dividend. Dat is ooit begonnen in eind jaren 70 vanuit opbrengsten van olie. Dat hebben ze in een fonds gedaan. Wordt ieder jaar tussen de 1000 en 2000 dollar aan iedere burger in Alaska uitgedeeld. Eén keer per jaar, maar ook aan baby's. Dus dat klinkt misschien niet veel, maar je zult 4 kinderen hebben. Dan krijg je toch een aardig zakcentje. Alaska is overigens, we weten niet of dat komt door dit, want het is geen experiment, het is gewoon ingevoerd. Alaska heeft de laagste ongelijkheidscijfers van de heel Verenigde Staten. Dus ja, ik denk dat het niet zo heel lang meer duurt voordat we een basis komen hebben. En een beweging als de Volt, die van transformatie houdt, zal dat ongetwijfeld gaan omarmen. Daar ben ik heel erg optimistisch over, Lotte. Bedankt. Not everybody wants a ghost. Ja. Ik ging even bij mezelf te raden. Dat klopt. Ja. Zijn er verhelderende vragen? Ja? Ik hoor niet een duidelijk onderscheid tussen privaat en publiek geld. En ook mis ik de publieke verantwoordelijkheid. Hè. Je hebt veel voorbeelden van mensen individueel. Maar de publieke verantwoordelijkheid en het regeren, het echt vooruitzien met elkaar, dus echt ook de democratie, die mis ik. Oké, dit is een heel goed punt. Ik stel voor dat we deze ook meenemen in de discussie zometeen, want het gaat wat meer, daar gaan we waarschijnlijk een wat langere discussie over aan. Nog andere? Ja? Is er alleen gedacht over relaties gewoon met geld uitdelen? Hoe bedoel je, in plaats van? In plaats van bijvoorbeeld bonnen, wij betalen met bonnen de huur of dat soort dingen. Nee, er is natuurlijk ook gedacht over basic services, zoals ze dat noemen dan. Maar de kern juist achter de basis komen is dat het juist een ruilmiddel moet zijn wat je tegen alles kan ruilen. Dus geld.